Je sleutels altijd kwijt? Weten waar je kat uithangt? Of nog beter, je koffer volgen als je op vakantie gaat? Het kan allemaal met dit soort apparaatjes. Dit is een Bluetooth locatietracker. Die stop je ergens in of hang je ergens aan en dan kan je de locatie ervan volgen op je telefoon. Vakantiegangers schaffen hem nu massaal aan. Dat heeft onder andere te maken met de kofferchaos op Schiphol. Je hoort steeds meer dat koffers kwijtraken, zeker op Schiphol. Dus ja, dat leek ons wel handig. Ik vind het toch wel een prettig gevoel dat ik gewoon weet waar die is. Ik zag voorbij komen van mensen die hun koffer bleef dan hier staan en hun waren op vakantie. Dus ik dacht, ja, ik doe het maar voor de zekerheid. Ik weet maar nooit. Kan je eens laten zien waar die nou is? Ja, dankjewel. Uit verkoopcijfers blijkt dat de locatietrackers dit jaar aanzienlijk vaker worden verkocht dan vorig jaar. Sommige maanden gemiddeld zelfs 8 keer vaker. Maar hoe werken ze nou eigenlijk? De trackers zijn er van verschillende merken en in verschillende prijsklasses. Maar ze werken allemaal ongeveer hetzelfde. Ze zenden non-stop een Bluetooth-signaal uit dat wordt opgepikt door telefoons en tablets in de buurt. Die moeten dan wel van hetzelfde merk zijn. De tracker geeft vervolgens zijn locatie door via die andere apparaten, zonder dat de gebruikers van deze apparaten dit doorhebben. Jij kan dan op honderden kilometers afstand nog steeds zien waar en wanneer de tracker voor het laatst contact had met een ander apparaat. Het grote nadeel aan deze technologie is dat je dus wel afhankelijk bent van andere apparaten die in de buurt moeten komen van jouw tracker om contact te maken. Ligt je koffer met Bluetooth tracker dus ergens in een woestijn, dan ga je hem niet terugzien op je telefoon. Het maakt dus niet uit of je eigen telefoon geen internetverbinding heeft of in de vliegtuigstand staat. Zolang er maar andere apparaten in de buurt zijn, blijft de tracker werken. Wat verandert het dan voor jou dat je dan kan zien waar die is? Ja, ik denk het gevoel dat je misschien kan volgen. Ja. Maar goed, als je koffer straks niet aankomt, brengt dat dingetje hem niet terug. Nee, dan moeten we toch gaan bellen. Ja, misschien toch een soort van veiligheid. Ik weet het niet, ja. Ik kijk wel als we in het vliegtuig zitten of hij bij hem is. Ik hoop dat het goed komt. Bedankt voor het kijken naar deze video. En wil je meer van dit soort video's zien? Download dan onze app of kijk op onze website rtlnieuws.nl.